Welkom, mijn naam is Defano Holwijn en in deze podcast ga ik het met bekende artiesten en influencers hebben over geld. Hoe verdienen ze het, hoe geven ze het uit en wat is hun verhaal? Dat en nog heel veel meer in Stekken en Spenden. Mimi. Defano. Goed dat je er bent, leuk dat je er bent. Ik denk meteen aan iets. Ik vraag me meteen gewoon af waar jij je eerste spaargeld voor hebt gebruikt. Wow. Meteen gewoon. Dat is echt meteen met de deur in huis vallen. Mijn eerste spaargeld, ik denk voordat ik überhaupt begon met draaien, heb ik geïnvesteerd in een DJ-set. Oh, dus wel gewoon meteen een investering. Ja. 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 En hoe kwam je erbij om... Ja, ik heb op school gezeten natuurlijk, op de Herman Brood Academie. En ik dacht, ja, ik wil toch weer iets met muziek doen. Ik was gestopt met school. En toen dacht ik van, oké, ja, ik had gewoon een normale baan. Ik werkte gewoon in een callcenter en ik had hier en daar wat gespaard. En toen dacht ik, met dat spaargeld is het misschien wel slim om zo'n investering te doen. Ja. Nou ja, eigenlijk was het mijn moeders idee. Ja. Maar samen zijn we daarop uitgekomen. Echt van mijn laatste spaargeld eigenlijk. Oh, maar dat was je moeders idee? Ja. En hoe kwam zij bij DJ überhaupt? Of had je al eerder gezegd dat je dat ja, heel kijk, leuk vindt? Ik deed een artiestenopleiding op de Herman Brood Academie. Zang. En ik zag Martin Garrix, die zat daar ook op die afdeling, zeg maar, dan voor produceren. En ik zag hem elke ochtend DJ-lessen nemen. Ah, ja. Dus ik dacht, hoe tof zou het zijn als een vrouw dat zou doen? Want in die tijd hadden we toen volgens mij niet zoveel urban DJ's, urban vrouwelijke DJ's. Dus met dat idee, zeg maar, dat is me heel erg bijgebleven. En toen was ik gestopt met school. En toen ben ik even een eigen onderneming in kleding begonnen, heel random. Liep ook niet zo goed. En toen ben ik gewoon normale baantjes gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik wil toch wel weer iets in muziek doen. En thuis hadden we het erover van, goh, draaien, hoe zou dat zijn? Van tevoren heb ik nooit een club van binnen gezien. Ik ging nooit uit, ik ging nooit naar feestjes. En toen kwam mijn moeder met het idee van, ja, laten we gewoon een DJ-set kopen en ga gewoon lessen nemen. En wie weet komt daar wel iets uit. Maar ik wist helemaal niet dat je daar geld mee kon verdienen, überhaupt. Of tenminste, dat het zou lukken. Ja. Dus ik dacht, ja, misschien een leuke hobby, een nieuwe skill leren. Ja, zodoende. Oké, dus de focus. Het is ook niet begonnen vanuit, oké, ik ga hier geld mee verdienen. Nee, het was absoluut gewoon echt van, nee. Misschien is het wel iets. Ja, wie weet. Ja. Ja, met die instelling ben ik er ingegaan, ja. Oké, je hebt die investering gedaan. Ja. Was het eng om die investering te doen? Ja. Was het echt al je spaargeld? Of? Ja, niet al mijn spaargeld, maar het was wel best wel een fors bedrag. Ja. Rond de 1000 euro of zo. Ja. En ik werkte destijds gewoon in een callcenter. Ik had gewoon bijbaantjes en ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik had zoveel opleidingen gedaan. Echt alle richtingen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik gewoon even die risico nemen. En het risico heb je genomen. Ja. En het risico heb je goed uitgepakt. Ja, nu zitten we hier. Ja. Maar hoe ging dat dan? Hoe, je nam die lessen. Ja. Wat was een beetje de opbouw daarin? Ja, ik nam lessen en ik bleef natuurlijk gewoon werken, zodat ik een stabiele inkomen blijf hebben, behouden. Ja, dus je ging achter die passie aan, maar je bleef wel een inkomen genereren. Tuurlijk. Ja. En dan bleef ik gewoon geld sparen voor DJ-lessen. Dus dan deed ik hier en daar DJ-lessen. Volgens mij was het ook 50 euro per les of zo. Ja. Vond ik ook best wel prijzig toen. En zodoende bleef ik in de tussentijd oefenen. En volgens mij ben ik toen een keertje live gegaan of zo. Was echt voor die Instagram era, was toen nog Facebook. Ja. En toen was dat heel veel gedeeld. En dat zag ik later pas. En zodoende is dat een beetje... gaan rollen. Ja. Ja. Dus eigenlijk de power of social media. Oké, dat is mooi. Ja. Ik kom straks nog bij die Facebook live, maar je zegt meteen van... toen je was al bezig met sparen... Ja, toen je, dat probeerde ik. Ja, dat probeerde ik. Ben er geen sterren. Toen je al die baantjes had. Maar is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen? Of is dat vanuit jezelf? Dat is wel vanuit huis meegegeven. Ja. Ik heb twee ondernemende ouders. Ze komen uit een ondernemende familie. En het is wel altijd meegegeven. Van, je moet wel altijd voor jezelf zorgen. Je moet independent zijn. Je moet op je eigen benen kunnen staan. Dus met die instelling dacht ik van oké, dan moet ik wel sparen. Voor zover het me lukt. Dus... vanaf jongs af aan kreeg je dat eigenlijk al te horen. Van hey, je moet sparen, want hierom. Ja. En zij waren heel ondernemend. Dus dat zag je ook wel voor jezelf weggelegd. Ja, en voor zover ik me kan herinneren. Als kind had ik ook echt een spaarrekening. Dus dat ik elke keer er iets op zette. Ja, dus dat heb ik wel meegekregen. Ja. Of ik er heel goed in ben? Nee, niet zo. Oké, want je doet het wel, maar je zegt je bent er niet zo goed in. En waardoor, wat zijn je...
Wat verleidt je om uit te geven? Ja, ik denk net zoals iedereen. Gewoon winkelen, shoppen. In nieuwe kleding, leuke spulletjes. Ja, ja, op vakantie. Ja, oké, je houdt dingen. Wel van leuke spulletjes. Ja, ik hou van, hoe zeg je dat? Kwalitatief leven. Kwalitatief leven. Juist. Maar dat is ook een investering in jezelf. Ja, zou absoluut. Zou je ook kunnen zien. Ja, ja. Zeker. En oké, op een gegeven moment, die Facebook Live begint te draaien. Mm-hmm. Alles wordt een beetje stap voor stap groter. Wanneer is het moment dat je eigenlijk het werk laat en denkt van ik ga volledig focussen op DJ'en? Is dat het moment dat je ziet van oké, ik verdien nu genoeg met DJ'en? Of is het het moment dat je denkt van wacht even, als ik hier meer tijd in steek, ga ik veel meer verdienen? Ja. Hoe is dat bij jou? Ja, gegaan? Ik denk dat dat zeg maar het keerpunt was. Ja, ja, ik bleef nog wel werken, maar ik dacht van oké, ja, ik trek het ook niet meer. Door de week werk je een x-aantal uren. En dan in de weekenden moest je dan ook werken eigenlijk. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, ik verdien best wel oké. Nog niet helemaal zeg maar wat goed is. Ja. En toen dacht ik van oké, weer een risico. Ik ga weer die risico nemen. Risico's, ja. Het draait wel een beetje om risico's. Het draait om risico's, ja. Soms moet je dat doen. Soms moet je echt even gewoon niet nadenken en gewoon doen. En dan zie je wel hoe het loopt. En je toch? Hebt het gedaan. Ja. Je stopte met werk. Ja. Spannend. Heel spannend. Maar hoe ging dat toen verder? En had je niet het idee van oké, ik geef nu inkomen op. Dus hoe ga ik dat financieel regelen? Of nee, want op een gegeven moment merkte ik dat het DJ'en meer opleverde. Hmm. Dus toen dacht ik van oké, dan is dit toch wel de juiste keuze die ik heb gemaakt. Ja. Ja. Dus dat, ja, zo is dat gelopen eigenlijk. Heel smooth en heel geleidelijk. Als ik er nu aan terugdenk, is dat eigenlijk gewoon zo gegaan. Het had zo moeten zijn. Ja. Het had zo moeten zijn. Emoer heeft je daar ook altijd in gegeven. Ja, absoluut. Ja, zeker. Want hoe heeft hij jou gemotiveerd om door te gaan, om steady te blijven? Ja. Ik denk dat zij mij heel erg met beide benen op de grond houdt. Zij is zelf ook ondernemer geweest altijd. Dus zij weet heel veel van het financiële gedeelte, zeg maar. Daar helpt ze me ook heel erg in. Ik denk dat zij wat strakker is daarin dan ik. Ja. Zeg maar, als zij er niet was, dan was ik iets roekelozer met mijn geld aan het omgaan. Dat eigenlijk. Zij heeft het altijd vanuit een heel zakelijk oogpunt bekeken. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. Ja. En heeft ze ook hele specifieke financiële tips meegegeven? Ja, absoluut. Ze zegt altijd dat je altijd je prioriteiten goed moet zetten. Dus altijd, bijvoorbeeld als je iemand moet betalen, dat je dat echt op tijd moet doen. Ja. Dat je eerst je geld moet uitgeven aan dingen die belangrijk zijn. En dan pas zeg maar aan al het luxe en de leuke dingen die je... Maak jullie notities, jongens. Eerst je geld uitgeven aan dat wat belangrijk is. Je vaste lasten, je boodschappen, de belangrijke dingen. En daarna, wanneer dat gedekt is, kan je kijken... Oké, wat ga ik met mijn geld doen om het nog leuker voor mezelf te maken? Ja, dus dat. Soms doet het even pijn en soms is het even lastig. Maar uiteindelijk bouw je wel een sterke basis op... En dan kun je later gewoon genieten van je geld, denk ik. En welke baantjes heb je allemaal gehad? Wat was bijvoorbeeld je eerste baantje? Even kijken. Ik heb heel veel in winkels gewerkt. Ja. Ik heb ooit in een schoenenwinkel gewerkt. Ik heb ooit in een ijssalon gewerkt. Ijssalon? Ja. Dat vond ik wel echt heel leuk. Ja? Echt zo'n seizoenswerk was altijd in de zomer. En wat vond je er leuk aan? Ik weet niet. Ik denk dat ik mensen blij maken toen al leuk vond. Ja, je maakt mensen, blij. Zeker. Ja, dus dat. Ja, even kijken. Ijssalon. Kledingwinkels heb ik gewerkt. Heel veel callcenters. Ja, dat eigenlijk. Heel veel callcenters. Ja. Heel veel bellen. Hoe was dat? Daar maak je mensen niet echt blij. Nee. Daar val je mensen ook lastig. Ja. Maar dat beviel je ook wel. Dat was ook wel... Ja, ik vond het niet top of zo. Maar het moest. Ja. En hoe ziet het eruit qua opleiding? Heb je heel veel opleiding gedaan? Ik heb het over de Herman Brood Academie natuurlijk. Ja, ik heb artiestenopleiding gedaan. Dat is de laatste opleiding die ik heb gedaan. Maar daarvoor heb ik detailhandel gedaan. Ik heb eventjes rechten gedaan. Ik heb even zorg gedaan. Ik heb van alles geprobeerd. Maar ik kon gewoon niet mijn richting vinden. Ja. Ik werd er gewoon niet gelukkig van. Ja. En toen dacht ik van, ik weet altijd al sinds jongs af aan dat ik iets artistieks wil doen. Ik wil iets creatiefs doen. Dan kan ik beter gewoon een artiestenopleiding doen. Dus dat, toen ben ik auditie gaan doen en zodoende. Was dat ook een risico op dat moment? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die misschien een bepaald doel hebben, maar bang zijn
om voor dat doel te gaan. Dus dan gaan ze eigenlijk voor iets wat meer zekerheid oplevert. Was dat ook voor jou zo? Ja, zeker. Want je hebt zeg maar, ook al behaal je een artiesten diploma. Ja, precies. Ja, dan ben je niet verzekerd van een baan in de artistieke sector. Dus het ligt toch wel altijd aan jezelf. Dus het was ook wel een risico, ja. Ja. En wat was dan het moment dat je dacht van oké, volgens mij vanaf nu, dit is echt, dit is goud. Volgens mij is dit goud. Is dat al bijvoorbeeld vanaf die Facebook Live of kwam dat later? Ik denk misschien binnen een jaar of zo. Ja. Binnen een jaar, omdat het elke keer door bleef gaan met boekingen, dat ik dacht van oké, er zit zeg maar, hoe zeg je dat, progressie in. Ja, precies. Dus dat ik dacht van oké, er zit wel wat in. Ik wist niet dat je er zoveel mee kon verdienen. Ja. Dus toen dacht ik van oké, dit moet ik blijven doen. Of het nou groot gaat worden of niet. Ik had wel altijd die visie voor me. Ja. Want, is dat zo want wat heb je meegekregen vanuit de DJ-wereld voordat je er zelf instapte? Zijn er wel dingen die je hebt meegekregen? Helemaal van, niks. Want je zegt zelf van, je bent een vrouw. Ja. Je hebt niet zoveel vrouwen in die scene gezien. Nee. Dus... Hoe ging je daarmee om? Ik ben er echt blanco ingestapt. Oké, helemaal blanco. Gewoon blanco. Gaan en gewoon 100 keer op mijn bek gaan. En eigenlijk door ervaringen. En door kilometers die je maakt. En gewoon verschillende events staan. Van alles. Ja, dat eigenlijk. Welke ervaringen heb jij dan meegemaakt? Heb je dan gemerkt dat het heel... Dat het wat lastiger was? Ook voor als vrouw zijnde in die wereld? Absoluut. Het is echt een mannenwereld. Het is nu wat minder natuurlijk, want er zijn gelukkig meer vrouwelijke DJ's te zien. Maar het blijft toch wel een beetje een mannenwereld. Ja. Male dominated, zeg maar. Dat is wel echt... Ja. En hoe merkte je dat? Ja. Merkte je dat ook in de behandeling naar jou toe? Ik denk dat je altijd wel een beetje onderschat wordt. Ja. Dat ze denken van, je wordt geboekt omdat je een vrouw bent of omdat je bepaalde looks hebt. Dat mannen je toch wel een beetje onderschatten. Ja. En dan eigenlijk pas nadraaien komen mensen uit van, juist. Je hebt het gekild. Ja. Maar dat, ik heb dat de laatste tijd iets minder. Maar soms maak ik dat nog wel eens mee. Dat mannen echt, mensen over het algemeen, dat ze gewoon geschrokken komen van, ik had niet verwacht dat je zo zou draaien. Ja. Ja. Maar soms denk ik, het is goed om een beetje de underdog te zijn. Ja, toch? Het is goed, ja. Ik heb Mimi natuurlijk heel vaak horen rijken. We go way back. We go way back. Ze maakt er echt een feest van. Dus als je een feestje wil, maakt niet uit waar. In de club, bruiloft, private parties, festivals. Maakt niet uit. Als je een feestje wil hebben, dan kunnen ze bij jou zeker aan het juiste adres zijn. Absoluut. En hoe heb je een beetje die stijl? Is dat wat je... vanaf begin al zo had van, ik wil er echt een feest van maken. Ik wil echt verschillende vibes, want je gooit ook heel veel verschillende stijlen in je muziek. Dus is dat iets wat je ook vanaf begin af aan al hebt gezegd van, oké, dat wil ik doen? Of is dat... Ik hou gewoon heel erg van verschillende muziekgenres. Dus ik vind het moeilijk om, zeg maar, één genre te draaien. Dus ik ben ook echt een people pleaser. Ik hou ervan om iedereen tevreden te houden. Dus ik lees het publiek en ik probeer gewoon echt in alle genres... de tent af te breken. Ja, zo maar te zeggen. Ik hoor je. Ja. Oké, dus op een gegeven moment, je maakt wat meer geld. Ja. Je stopt met al die bijbaantjes. Je kan je volledig focussen op DJ'en. Mm-hmm. Maar de rekeningen moeten ook betaald worden. Absoluut. Dus hoe is die ontwikkeling? Want je vindt ook leuk, de leuke dingetjes vind je ook leuk. Ja. Hoe gaat die ontwikkeling? Ja, zoals ik net al zei, gewoon echt prioriteiten stellen. Dat je gewoon... bijvoorbeeld, ik ben begonnen zonder rijbewijs, zonder auto. Ik moest een rijbewijs halen. Dus ik ging elke week vast op vaste plekken draaien. Om geld te verdienen, om uiteindelijk mijn rijbewijs te halen. Om zo weer zelfstandiger te zijn, om zelf naar mijn plekken te rijden. Dus wat dat betreft, ik denk dat zo geleidelijk allemaal is gegaan. En met die instelling dat ik mijn prioriteiten goed zet, dat goed is gekomen. Ik denk dat de basis is. Heb je die doel ook opgesteld? Opgeschreven van, eerst moet ik mijn rijbewijs, dan wil ik een auto, dan wil ik dat. Ja, ik denk wel dat ik dat zo stap voor stap zo heb bedacht. Ik denk wel ook dat dat belangrijk is. Ja, zeker. Ja. Ja. En ik wou van mijn passie mijn beroep maken. Dus ik zag daar zeg maar een weg in. En toen dacht ik, deze kans moet ik echt nemen.
En zodoende. En die kans heb je gegrepen. Yes. Ja. Oké, geld. Bij geld komen ook vaak de minder mooie keuzes. Jazeker. Die je maakt. Wat heb jij bijvoorbeeld uitgegeven aan iets waarvan je denkt van, nou ja, als ik de tijd terug kon draaien, dan had ik het zeker geskipt. Ja, ik denk gewoon qua kleding en zo. Ja. Gewoon van die dingen die niet tijdloos zijn, van die hypes. Ja, welke dus hype heb je aan meegenomen waarvan je denkt van, nou. Ja, ik denk die Balenciaga schoenen. Triple S die? Ja. Of die andere? Triple ja, S. Die Triple S, ja. Ja. Ik wil ja. niet zeggen dat ze nu niet gaande zijn of ja. zo. Maar ja, het was wel een hype en iedereen kocht zijn. Het ja. is best wel een flink bedrag, toch, voor schoenen. Ja. En dan is het, ja, is die tijd eigenlijk voorbij. Dus het is niet helemaal tijdloos. Dus nu denk ik wel na van, oké, als ik zo'n grote uitgave doe in kleding of schoenen of tassen, dan moet het echt tijdloos zijn. Het is echt iets wat meegaat. Dat is wel goed om mee te nemen, ja. inderdaad, als je iets koopt. Van, mm-hmm. hey, is dit iets tijdloos. Voor nu? Juist. Is dit voor een week, twee ja. weken, twee maanden? Of ja. is dit gewoon een tijdloos item? Juist. En wat is dan het laatste tijdloze item wat je bijvoorbeeld hebt gekocht? Ik denk deze sneakers of zo. Vind ja, je, ik vind Nike toch wel een beetje tijdloos. Ja, nee, het is nu ook ja. wel een ja. beetje van nu. Ja. Maar, ja, maar dit was er jaren geleden ook. Ja, en, precies. Nee, oké, deze kan je wel gewoon in principe altijd aan. Ja, die heb ja. ik vandaag toevallig gekocht. Dus dat is dan ja, het laatste wat schoentjes. Ik heb gekocht. Ja. Ja. Of je hebt speciaal voor hier gekocht? Nee, ik was op zoek naar nieuwe sneakers. Dus. En jij hebt ze gevonden. Ja. Oké. En wat ik ook voor je heb, zijn even weer wat dilemma's. Dollar dilemma's. Wat zou jij doen met je laatste donnie? Zou je verse nee. boodschappen halen of nieuwe lipgloss? Boodschappen. Kan niet anders verwachten. Je ja. eerste kop, nieuwe draaitafels of nieuwe kleding? Oei. Nu, zeg maar, hoe ik er nu in sta? Nee, toen. Oh. Of doe maar beide. Je eerste kop. Nee, oké. Het verstandigste zou dan toch wel nieuwe draaitafels zijn. Ja. Maar. Ja, het liefst ga ik wel voor kleding. Ja. Oké, nieuwe kleding. Nieuwe kleding. Ja. Nieuwe kleding. Ja. Je hebt een barkie op zak. Ga je eten met je partner of cocktails doen met je vriendinnen? Denk ik cocktails met vriendinnen. Deze was lang. Deze ja. was lang over nagedacht. Ja. Waarom? Wat was de twijfel? Wat was de twijfel? Ja, ik weet niet. Als ik met mijn partner uit eten ga, dan klinkt misschien heel stom, maar ik ga ervan uit dat hij betaalt. Oké, nee, is niet stom. Ja, is niet stom. Dus je steekt ja. die steekt die bij ja, je zak. Ja, ik vind dat als vrouw zijnde vind ik. Dat ik ja dat het in mijn recht is. Ja, precies. Dus toch? Die buikje zet je in ja. je zak. Ja, dus dan ga ik liever drankjes doen met mijn vriendinnen. Ja. Oké, nee, ik hoor je. Neem ons mee in het leven van een DJ. Want een DJ's inkomen verschilt natuurlijk per maak je met ZZP'er. Ja. Hoe is dat en hoe ga je daarmee om? Ja, het is heel verschillend. Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat ik nu na 7 jaar wel een beetje een stabiele naam heb gecreëerd. En dat ik wat vertrouwen heb, zeg maar. Of dat de organisaties vertrouwen Heerlijk, hebben ja. in mij. En dan heb je hier en daar ook wel wat vaste plekjes en wat vaste datums. Dus dan, ja, dan heb je al eigenlijk wel een beetje een vast inkomen. Kan je een beetje een schatting van maken. Ja. Maar je weet eigenlijk nooit hoe je maand gaat lopen of hoe je kwartaal gaat lopen. Nee, het is altijd verschillend. Hoe ga je daar dan mee om? Moet je dan een beetje bufferen? Moet je dan altijd bufferen? Of hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Ja, ik spaar altijd. Dat is altijd wel het verstandigste. Maar ik weet niet. Bij mij, het blijft doorgaan. Ja. Dus ik elke week ben ik wel volgeboekt. Ja. Dus het is niet zo dat ik uitzichtloos denk van, oh shit, die weken heb ik niks. Ja, ja. Jij bent dat echt heb al ik daar. Niet. Dat je, ja, precies. Ja. Maar ik snap dat heel veel DJ's hebben dat, kunnen wel, dat ja. hebben. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Hè? Ja. Dus dat is wel iets ja, waar je inderdaad over moet nadenken. Want er zijn genoeg DJ's die ook gewoon een andere baan hebben daarnaast. Heb je daar een tip voor? Voor andere DJ's die kijken en denken van ja, mijn inkomen verschilt inderdaad per maand. Hoe moet ik dat doen? Of hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, ik denk zoals ik net al zei, gewoon vaste plekjes creëren. Of vaste afspraken maken met organisaties. Ik weet niet tot in hoeverre je fee omhoog kan gooien. Ja. Alles is duurder geworden, dus ik vind eigenlijk dat artiesten en DJ's ook een beetje een fee omhoog mogen gooien. Ja, is dat. Alleen, ja. Want wanneer kan je je fee omhoog gooien? Of wanneer is het voor jou dat je denkt van oké, nu
gooi ik hem weer iets omhoog. Is dat gewoon gevoel? Is dat, hoe werkt dat? Ja, eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Ik denk dat dat gewoon een beetje met de tijd gaat of zo. Met ervaring en met plekken. En dan bijvoorbeeld als je internationaal draait en je ziet hele andere budgetten en je ziet hele andere bedragen, dan denk je, oké, maar eigenlijk ben ik meer waard dan wat ik in Nederland verdien. Ja. Dus dan ga je dat een beetje toepassen, denk ik. En ik denk ook gewoon op basis van wat je doet of wat je hebt gereleased bijvoorbeeld. Als je ergens, ik zeg maar iets, social media in één keer een hype bent of zo. Ik denk dat je daar wel gebruik van kan maken. Ja, het is gewoon op je kanaalmomenten moet je even denken van oké, nu is misschien wel een goede tijd om even... Ja, want uiteindelijk als mensen jou willen boeken, willen ze je hoe dan ook boeken. Ja. Dus ik denk dat je soms gewoon wel even risico moet nemen. Gewoon moet zeggen van nee, ik ben zoveel waard. En dan zeggen ze oké, je bent te duur. Ja. Oké, prima. Dan zoek je iemand anders die voor minder komt. En dan komen ze uiteindelijk toch wel altijd terug. Van nee, maar we willen precies dat wat jij doet. Ja, precies. Ze willen jouw vibe, dan, jouw energie. Dus juist. Als ze dat willen, moeten ze dit bedrag betalen. En... Dit is een gouden tip. Oké, en als ze dat niet willen, dan houdt het gewoon op. Dus weer die risico's. Ja, loslaten. Ja. Ik denk dat alles ook een beetje energy is. Geld is ook energy. Dus hoe meer je het loslaat, hoe meer het naar je toe komt. Ja. Met dat idee heb ik altijd geleefd eigenlijk. Ja. En hoe was het voor jou om... Ja, dan ben je in die wereld. Je hebt een bedrijf. Je bent zzp'er. Ja, je bent eigenlijk meteen een bedrijf. Heel veel mensen denken dat niet zo zit. Dat nee, je precies. echt alleen maar aan het feesten bent. En dat je alleen maar... Want het is gewoon, we zijn gewoon zzp'ers. We betalen gewoon belasting. We moeten gewoon facturen uitschrijven. Het is gewoon werk. Veel opofferingen? Ja, heel veel. Welke opofferingen heb jij moeten doen? Ik denk heel veel op gebied van social life, denk ik. Ja. Ja, je privéleven. Denk dat je heel veel dingen met je familie gaat missen. Denk ook wel dat je wat vrienden kwijtraakt. Op de weg, denk een relatie is lastig. Heb jij vrienden kwijtgeraakt onderweg? Ja, absoluut. Zeker, ja. En is dat omdat ze je visie niet zagen? Of dat je was zo druk. Je was natuurlijk aan het werk, je was aan het trainen. Ja, ik denk dat mensen vaak gewoon niet begrijpen wat jij doet. Ja. Of... hoe jij leeft eigenlijk. Want we leven eigenlijk heel anders dan iemand met een normale baan. Ja. Je hebt hele andere tijden. Mensen hebben bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, baby showers. Of bruiloften of verlovingen. En dan kan je er niet bij zijn, want je moet draaien. Of op verjaardagen of feestdagen of oud en nieuw bijvoorbeeld. Echt al jaren niet met familie en vrienden gevierd. Altijd aan het werk. Dat zijn wel echte opofferingen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het ook wel best wel een eenzaam beroep. Eenzaam beroep? Ja. En wat je ook heel vaak hoort, is dat er heel veel mensen praten over het feit dat hun omgeving verandert zodra er geld bij komt kijken. Ook. Ja, ook. Heb jij dat ook meegemaakt? En wat merk je dan? Wat merk je dan? Niet per se om geld, maar gewoon om... Om alles. Ja, om jouw status. Om je route, zeg maar. Ja. Dat mensen niet echt begrip hebben voor wat je doet. En ik denk ook dat je gewoon op een gegeven moment uit elkaar groeit of zo. Omdat hun leven gewoon heel anders loopt dan die van jou. Ja. Maar het ligt ook aan jou als persoon. Hè? Hoe dedicated je bent. Sommige mensen doen die opofferingen helemaal niet. Die denken nee, dat komt voor. Maar ik heb zeg maar wel die weg gekozen. Ik snap wat je zegt. Want jij bent de risiconemer. En heel veel mensen gaan toch voor zekerheid. Juist, van, ik weet zeker dat als ik dit doe, dan ben ik safe. En jij bent voor een... Ja, hele andere route gedaan. Dus dat is je niet altijd op één lijn. Nee. Nee. heb je ook meteen een... Nu over geld. Ja, we praten nu natuurlijk over geld. Heb je ook meteen een boekhouder genomen? Nee, niet meteen. Niet meteen? Nee. Heb je zelf gedaan? Ja, ik heb een hele lange tijd heb ik echt zelf mijn aangiftes gedaan. Hoe lang? Denk wel echt een aantal jaren of zo. Ja. Ja, en nu sinds nu, ik denk een jaartje of zo. Ja. Ik nu even een boekhouder heb. Ja. Oh, je hebt net een jaar weer een boekhouder. Zoiets, ja. Hè? Ja. Al die tijd zelf gedaan. Strijder. Ja. Strijder. Ik doe het je niet na. Maar het is ook al die tijd goed gaan. Ja, voor zover ik weet wel. Ik hoop het wel. Ja, zover je weet wel. Ja, je loopt altijd wel misschien een kortingje hier mis, een dingetje daar. Maar in ieder geval, het is allemaal niks ingevuld. Je hebt allemaal niks betaald. Hoe bedoel je?
Nee, als in, er zijn ook heel veel mensen die niet eens weten van, oh ja, ja. Ik moet belasting betalen. Ja, oh dus ja, nee, helemaal, dat, ja, die dat gaan hou helemaal ik wel bij. In. Nee, ja. Dat hou ik echt heel strikt bij. Ja. Nee. Maar ik denk ook als DJ zijnde, zeg maar als ZZP'er, is het best wel makkelijk om belastingaangifte te doen. Want je hoeft niet heel veel in te vullen. Nee, precies. Ja, dus ja. Dat scheelde. Maar het is toch heel goed om een boekhouder te hebben. Zou je, als je terugkwam in de tijd, zou je dan eigenlijk meteen wel een boekhouder nemen? Ja. Of zou je het toch al die jaren zelf doen? Nee, ik denk wel toch meteen. Oké, okay. Ja. Dus dat is ook wel een tipje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je begint aan een onderneming, doe dat gelijk. Ja. Ja. Nou, ik weet hoe je, jij hebt me eigenlijk al gezegd hoe je een beetje spendeert. Ik weet hoe je een beetje van sparen bent. Zijn er ook dingen waarin je investeert? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, ja. Ben ik wel van plan. Ja. Wil ik wel heel graag doen, maar ik denk dat ik iemand moet hebben of zo die mij daar een beetje in kan begeleiden. Want ik vind het ook een beetje eng. Nou, ik zou zeggen, doe een oproep. Misschien zit er iemand die nu kijkt. Ja, en wie weet. Die je daarbij kan helpen. Ja, nee, dus, serieus. Ja. Dus wat zoek je precies? Om in te investeren. Ja, of je weet nog niet eens wat. Je wil gewoon iemand eigenlijk die je zegt van, hey. Ja, wat is eigenlijk nou goed om, om in te investeren? Om in te investeren. Kijk, je neemt natuurlijk altijd risico's. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ja, je neemt inderdaad altijd risico's. Ja. Maar als we je hele lijn volgen, je hele levenslijn. Is allemaal op basis van risico's. Allemaal op basis van risico's. Dus je bent gewoon ready voor het risico. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Zit wel in mij. En je bent ZZP, je bent ZZP, je hebt een bedrijf, mm-hmm. je doet het allemaal zelf. Ben je dan ook bezig met je pensioen? Nee, maar daar heb ik laatst wel echt over nagedacht. Want ik weet dat je daar een verzekering volgens mij voor kan afsluiten. Klopt. Als ZZP'er. Dus daar, ja, ik zeg elke keer van ik moet dat even opzoeken of ik moet dat gaan doen. Maar ik kom er gewoon niet aan toe. Maar dat is wel iets waar ik over heb nagedacht. Inderdaad, want natuurlijk als je in loondienst bent, dan wordt je pensioen voor je gespaard, maar nu moet je het eigenlijk zelf doen. Ja. Dus is dat iets waar je nu pas mee bent? Of ben je daar wel allang bewust van? Of is dat eigenlijk nu pas echt geland van, hey, wacht even. Ik denk nu pas dat ik daar een beetje wat bewuster mee ben. Ja. Maar zou je je hele leven lang willen, het kan als je wil. Zou je hele leven lang willen DJ'en? Of heb je wel een beetje neergezet van, oké, op deze leeftijd wil ik wel een beetje. Kijk, aan de ene kant denk ik, soms vraag ik me af van hoe lang ga ik dit nog volhouden, fysiek ook. Want ik merk gewoon dat ik word ook een dagje ouder en dat ik gewoon slaap krijg. Zeker, ja. Dus soms denk ik wel van misschien is het slim om inderdaad een onderneming te beginnen hiernaast. En daar ben ik wel over aan het nadenken. Maar ik denk dat ik het nog wel even mee kan. Ik bedoel, als ik kijk naar grote DJ's als een Armin van Buuren of Tiësto, zijn allemaal op leeftijd. Zeker. Ik denk dat een beroep als DJ zijn, dat daar niet echt een leeftijdslimiet aan zit. Zolang je nog fit bent, up-to-date, nog helemaal meegaat met de tijd, denk ik dat het nog wel even kan. En heb je enig idee wat voor onderneming dat zou zijn? Heb je daar al een beetje over nagedacht? Of is dat nog helemaal... Ja, eigenlijk wel. Is dat een geheim? Of ik weet niet of ik het moet uitspreken. Later, we gaan hem laten. Jij zei net iets tegen mij. Ik zei net tegen jou. Ja, voordat we begonnen. Je zei iets. En dat krijg ik echt heel vaak te horen. Dus ik wil daar iets mee gaan doen. Ik ben nu echt aan het denken wat ik heb gezegd. Ik ga even... Voordat de camera's gingen rollen. Voordat de camera's gingen draaien, zei ik tegen jou. Ja. Oh! Ja! Ja. Ik weet al wat ik heb gezegd. Ja. Oké. Okay. Ik krijg dat zo vaak te horen, dus ik wil daar misschien wel iets mee gaan doen. Moet alleen nog even mijn weg vinden. Ja, precies. Met je eigen naam ook? Of? Ik kan mijn naam eraan linken. Ja. Dat kan, ja, zeker. Maar Oké. Okay, het spookt al even in mijn hoofd. Ja. Dus, ja. Oké, okay, als je kinderen krijgt, wat zou je aan je kinderen mee willen geven over financiën? Wat zou je hen willen leren of wat jij vooral hebt geleerd? Ik denk hetzelfde als wat ik heb meegekregen vanuit huis. Dat je gewoon altijd stabiel moet zijn en altijd op jezelf moet rekenen. En dat je er zeker voor moet zorgen dat je... Ja, dat je jezelf redt financieel. Dat je eigenlijk niemand nodig hebt. Ik denk dat dat wel de basis is. En inderdaad ook gewoon die prioriteiten. Dat je dingen op tijd betaalt. Dat je geld niet zomaar roekeloos aan dingen moet uitgeven wat niet nodig is. Dat, denk ik. Gewoon nu, besef ik, ik ga even helemaal terug. Ja. Je zei dat je een webshop had. Ja.
Wat voor webshop had jij? En op welke leeftijd was dit? Ik was begin 20, 21 of zo. Hoe kom je bij een webshop? Is wel weer een heel dat ondernemende. Je ziet wel dat je moeder terug in jou. Ja. Maar hoe kwam dat? Ik was dus gestopt met school. En toen dacht ik van oké, ik wil toch eigen baas zijn. Ik wil niet voor iemand werken. Ja. En ik vond fashion vond ik ook altijd heel interessant buiten muziek om. En ik dacht oké, hoe kan ik mijn creativiteit uiten buiten muziek om? En toen had ik zeg maar t-shirtjes ontworpen met Arabische letters. En daaronder de vertaling in het Engels. Ah, ja. En dat was zeg maar met de insteek om twee werelden te verbinden. En dat is toen een tijdje heel goed gegaan. Ook op social media en zo. Hoe heet die webshop? Ja, dat was... Laat maar. Nee, het is niet echt relevant. Ja. Maar in ieder geval... dat ging een tijdje heel goed. En op een gegeven moment zag ik dat mensen dat na gingen doen. Mm-hmm. Want het is... Ja, je kan er op zich niet echt patent op leggen. Nee, precies. Want het zijn gewoon woorden. Het zijn gewoon teksten. Dus op een gegeven moment zag ik dat ze echt op de markt lagen. Oh. Gewoon namaak t-shirtjes en hoodies. En toen dacht ik oké. En toen merkte ik ook zeg maar dat de klanten minder werden. Want ze kunnen het voor goedkoper krijgen. Ja. Dus zodoende. En toen ben ik ermee gestopt. Dacht ik van oké. Dus eigenlijk haalde geen voldoening meer uit of zo. Ja precies. Maar hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat... Ja, gewoon een soort disaster is gewoon vreselijk. Ja. Gewoon, dat je gewoon ziet dat jouw ding wordt nagemaakt en voor goedkoper wordt verkocht. Ja, absoluut. En dat jij dan eigenlijk noodgedwongen moet zeggen van hé, dit kan ik niet meer gaan doen. Ja, het was frustrerend, maar ik dacht ergens ook in mijn achterhoofd had ik van oké, dit is niet iets wat ik heel mijn leven wil doen. Ja. Ik wil sowieso iets in de muziek gaan doen. Ik wil artiest zijn. Ik wil meer die kant op gaan. Maar ik dacht, dit is even een leuke overbrugging geweest. En het was een wijze les. Want ik ben zo begonnen met naar de kamerverkoophandel gaan. En kijken hoe het werkt als ZZP'er. Dus zo heb ik een beetje geleerd, zeg maar, hoe je zelfstandig ondernemer kan zijn. En dat heb ik weer meegenomen in de DJ-carrière. Oké, dus eigenlijk alles wat je hebt gedaan, heb je gewoon meegenomen in je DJ-carrière. Alles is connected gewoon. Het moest zo zijn. Ja, het had zo moeten zijn. Heb je ergens ook in je DJ-carrière een financiële tegenvaller gehad? Want bijvoorbeeld coronatijd is ook een vreselijke tijd geweest voor DJ's. Hoe heb je dat ervaren? Ja, corona was echt wel zwaar. Ja, je hebt natuurlijk wat gespaard. Maar dat, hoe lang ging dat door? 2 jaar of zo? Ja, het ging lang door. Ja. En we kregen natuurlijk ook steun. Maar dat was niet als wat je gewend bent. Precies. Nee. Ja. Nee, dus wat je dan gaat doen is wat zuiniger zijn met dingen. En minder snel dingen uitgeven. Ja. Ja. Dus weer die prioriteiten eigenlijk opstellen. Ja. En was dat ook voor jou wel een moment om te denken van... een soort besefmoment van... dit zou morgen of volgend jaar weer kunnen gebeuren. Dus ik moet nu wel misschien ook in de toekomst beter nadenken over mijn uitgaven. Of ik moet buiten het DJ'en nog een andere onderneming starten. Was dat ook een besefmoment? Ja, absoluut. Ja, dat was zeker een besefmoment, ja. En nu denk ik ook soms van, stel dat het in één keer morgen, dat er weer in één keer een lockdown komt. Mm-hmm. Ja, dan wat dan? Ja. Maar daarom ga jij dat doen, inderdaad. Waar we het net over hadden. Juist. Mimi, ik heb nog een laatste vraag voor je. Stel. Ik eindig altijd hiermee en de vraag is money the root of all evil of maakt geld gelukkig? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Aan de ene kant, ik kan wel cliché gaan zeggen, nee, geld maakt niet gelukkig. Ja. Geld maakt wel gelukkig, want geld maakt je leven makkelijker en comfortabeler. Maar ik begrijp als mensen, bijvoorbeeld, je hebt mensen die heel veel geld hebben en geen gezondheid. Ja. Ja, dan maakt geld niet gelukkig. Dus ik denk dat het een tool is. Het is een middel om je leven makkelijker te maken. En en het ligt aan jou hoe je ermee omgaat. Super duidelijk. Of het je gelukkig maakt of niet. Dankjewel Mimi. Ik heb van je komst genoten. Ik hoop dat heel veel mensen van je kunnen hebben leren. Ik hoop het. En vooral prioriteiten, mensen. Prioriteiten, juist. Dat vond ik echt. Prioriteiten en risico nemen. Dat, dat,
bleef bij mij hangen. Ja, dus prioriteiten en risico's nemen wanneer het kan. 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 Maar vooral die prioriteiten stellen. Juist. Dus niet eerst die Balenciaga triple S halen. Eerst even alles regelen. Juist. En daarna kom je bij de mooie dingen. Exactly. Mimi, bedankt. Dankjewel. Bedankt voor je komst. Love you. Thank you.